Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we de 20 pk achter onze roeiboot gooien. Let's go. Zeg jij nou? We gaan een 20 pk achter de roeiboot gooien. We hebben hier onze roeiboot. Die stond te koop. Maar we hebben hem toch nog. Hij is wel gezonken. Het is een beetje een Titanicje geworden. Maar dat was het altijd al. Deze klopt. Boot hebben we nog nooit niet op de bodem gezien. Nu zie ik een rubberbootje met een... Oh, het is 25. Oh, 25 pk. Is 30? 30 pk. 30 pk. Ja, precies. 30 pk. Wij zijn de 20. Kijk, hier staat een motortje. 25 pk. Andere kant. 63 kilo achter ons zelf gemaakt spiegeltje. Varen er nog bootjes mee voor stel verzinken? Ja. Ah, twee bootjes. Nou, leeg scheppen dat ding en ga met die. Oh, banaan. En onze bootsleutels zijn we kwijt, dus die ga ik even zoeken. Ja. Recht met die mooie McQuarrie's MS van 30 liter gaat het best wel snel. Moet je kijken. En de hardste werker is weer Timo hoor. Kijk hem gaan. Hij zegt, ik spring er wel even in en ik trek hem even helemaal leeg. Kijk dan. Wij verwachten namelijk dat het helemaal fout gaat. Dus we hebben een korte broek aangetrokken. Ik denk het wel. Het zou wel leuk zijn voor de video als hij in één keer gaat zinken. Want die pk's achter die roeiboot, dat gaat nog. 30 pk achter een roeiboot. Ik vraag het maar. Pas op voor brandnetels nu met korte broek. Hij doet het al. Hij loopt nu al vol met water. Okay. Hij doet het. Hij loopt. Voor hoe lang? Hij loopt ook vol. Hij loopt ook vol met water. Komt er niet bij te blijven. Hoe kan dat? Dat hij loopt met water? Zo zie je maar. De boot is niet gebouwd voor 30 pk. Volgens mij zag ik het erbij lopen. Dan had ik het erbij zag lopen, maar het gaat in ieder geval niet zo heel snel. Nee, nou, een ritje kan wel. We zijn echt serieus voorbereid, die gaat echt zinken. Oh. Dus we moeten even een protocol. Camera 7, nummer 1. Koen kan niet zwemmen, nummer 2. En autosleutel kan dat bij iemand in veiligheid. Die boot is ook lek, die heeft ook een gaatje. Dat is geen grap. Ja, is ook echt, lek. Ja. Oh. Nou, iedereen heeft wat. Gaat goed. Wat is het plan? Stel, we zinken of de motor valt eraf of er gebeurt iets geks. Dan hebben we dat als dobber. Ja, dan weten we waar het ligt. Hier in Nederland een stalen en dan deze die gaat drijven. Dus dan kunnen we alles weer weten waar het is en dan boven trekken. Safety dus, first. En de motor zit ook nog vast aan touwtjes voor het geval dat. Ja, allemaal gespannen en zo. Nou, ik zeg Timo, vaar hem lekker die kant op. Ja. En dan ben ik heel benieuwd wat die spiegel doet. Voorzichtig, hè? Wat denken jullie? Gaat hij zinken of niet? Ja. Ah, ja. Ja, dat denk ik ook. Kijk. Nog even voorzichtig, hè? We zijn nog nooit zo snel gegaan als dit al. Nee, dat geloof ik. Hij gaat in het toch eens 10%, hè? Nee, hij gaat heel hard, of niet? Dit gaat snel. Als hij niet zinkt, dan gaat hij heel hard. Even wachten met vol gas, wat er wel lekker bij zijn. Nou, kijk. Oh ja. Het hoofdgas ongeveer, dus iets minder. Nou, ik zie die spiegel, zie je kijk dit doen. Nou, daar gaat hij. Met z'n twee in de punt. Nou, ik hoop dat het lukt. Weinig golf in ieder geval. Wat zal ik hem voor de zekerheid om mijn nek heen doen? Omhoog houden, hè, dat ding. Zullen we straks racen, of wat? Ja, die kan wel goed hard. Nu winnen we eindelijk. Oké. Okay. Let's go, Rio. Gas! Voorzichtig. Oh, dit valt nog wel mee. En dit is wel snel al. Dit is heel snel. En dit is super snel. Kijk hem. Holy. Check hem gaan, hè. Kijk hoe snel we gaan. Kijk eens hoe hard we gaan. Nog een bootje.
bootje, maar echt niet normaal. We worden gewoon gehoord. Kijk, die boot met die bij nou, maar dat is ook een groot stadium. Kijk hoe hard we gaan, hè. Echt niet normaal. Het is wel echt een speedrun, hoor. Ja, echt. Maar we hebben geen telefoon, anders kunnen we GPS mee te hard gaan. Oh ja, inderdaad. Nou. Oké, okay, ik denk even test. Dit is de topspeed. Ik ben het lichtst. Daarop. En daarna gaat Koen eventjes om het te ervaren. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat je nu echt veel sneller gaat, hoor. Helemaal als je alleen gaat. Kom maar door met dat ding. Gas, chase langs. Staat er 25 of 20 op de kap en dan is het 30 pk. Ze gaan er nu voorbij. Ik ben heel benieuwd. Daar gaan ze. Holy shit! Hey, dat gaat wel hard, of niet? Holy shit. Bizar hoe hard dat ding nu gaat, jongens. Er heeft altijd een 6 pk achtergehangen en nu gewoon 30. Dat is echt een flink verschil. En dat hij het houdt zo knap. Want ik ging er echt vanuit dat die gewoon helemaal zou zinken, zou knakken of dat er iets mee zou gebeuren. Maar dat is dus die motor wat je hoort. Gaan ze weer. Holy shit. En nog een. Ziet er zo raar uit. Dit bootje zo snel. Echt, ik probeer het te filmen en had ik één hand. Maar dat is niet normaal. Maar het is niet normaal, want ik stuit de jongen als een gek. Want als hij één keer golf heeft of wat dan ook, dan stuit hij als een malle. En ik probeerde eigenlijk even te filmen. Ja. Maar dat ging even niet samen. Nee? Mijn hele knie op en neer, want dan gaat het ding aan. Maar ik ga er maar in, denk ik. Ik ga het ervaren. Ik ben heel benieuwd. Nou Timo, speedrun. Nou, daar gaan we, jongen. Waar denk je dat we gaan? 40, 45. Lekker. Zo dat hij het houdt, joh. Ja, dus niet. Maar je houdt hem extra vast, of niet? Ja, ik zet mijn voet hier neer, ik trek hier aan. Oh, jezus! Ik had hem een beetje omlaag gedrukt, dan trek ik zeker mijn motor niet kwijt. Zeg. Nee, precies. Holy shit. Vet hoor, dit. Hij trekt het wel, ik had niet verwacht. Hij trekt het wel, hè? Ja, dat hij het houdt is bijzonder. Dat is heel raar. Hij houdt hem met zijn voet nog extra. Ja, ik hou mijn motor goed vast, hoor. Nou. Ja, gaat hard, hè? Niet normaal. Echt hard, joh. Je ziet jullie in de verte zo'n hele straal erachter. Ja. Echt lijf. Maar zal ik eens even vragen of we met hem mee mogen? Qua shots ernaast. Qua shots ernaast. Dat hij maar alleen gaat. Ja? Ik denk alleen dat de punt heel veel gaat stuiteren. Dat doet hij nu ook al. Maar dat is wel, wel vet. Timo alleen. Ja. Doe je ding. Obi, kom eens. Oké, dit zijn ook wel aardige motoren hoor. Check eens even. 9,9 pk, die is wel een stuk nieuwer. Maar, race Timo. Ja, nou, we gaan in je eentje. Wel bij het touw nu. Ja, ja nou, voorpassen. Kijk, dit zou een idee voor ons zijn, een grasmat erin. Maar dat is lekker voor je voetjes. Ja, gewoon. Zeker. Ach, die Timo. Kijk hem gaan. Gaat vliegen, 100%. Ja, die gaat echt vliegen. Ja, maar echt. Nog harder nu, nog lichter. Dit is een lekker motortje hoor, dat is lekker stil. Wat is je naam eigenlijk? Toby. Toby, goeiedag Sven. Zo. Daar heeft deze de moeite mee, of niet? Ja, heeft hij echt moeite mee. Ja, dat zijn drie in één boot. Maar hij moet even langs rijden, ja. Langs varen. Daar komt hij aan hoor. Kijk hem gaan. Kijk hem gaan, hè. Vol gas lukt niet. Nee, dat gaat niet. Dat is jammer. We moeten meer gewicht in de punt hebben, hele snelle boot. Zo, oh, what die, the fuck? Die is helemaal snel. Oh, holy shit. Zo. Zo, dit is even dik 300 pk hoor. Daar moeten we mee varen. Precies. We mogen mee. 300 pk. Dat 300 pk. Dat is een nulletje meer, hè? Een nulletje, nulletje meer. Ja, inderdaad. Volledig anoniem willen ze zijn natuurlijk. Ja, begrijp ik. En daar gaan we ook voor zorgen, hè. Want we kunnen wel even genieten. Ja. Oh joh, joh, nee! Nee joh! Nee joh! Wat een gekkie! Wat een gekkie! Nou, dat was een avontuurtje. Heb je het op beeld? Ik heb het zeker op beeld. Top. Zo, ik dacht als je hem nu loslaat, dan ben je kopje ja, onder, ik had nog maar één hand, hè. Ja. Hij safede me net bij mijn schouder. Dus, maar ja, 300 pk. Wij hebben altijd over een 300 pk motor achter de boot. Dat is een nulletje meer dan dat we die testen nu. Dit is de snelste boot waar we ooit op hebben gezeten, dat kan niet anders. Zeker. Speed is alles. Ja, kom maar. Zo, die trekt snel op. Wow. Ja, dit is heel hard. Ja, dit is echt hard. Kijk dan. Ja, dit is heel hard. Dit gaat heel hard. Kijk dit. Holy shit.
dit is echt de power. Maar zo hard, we gaan ook hard hoor. We gaan heel hard. Echt een beest. 300 pk. Nou, weer op onze powerboot. Gas, trek reis. Hij gaat best hard hoor. Ja, schat. Oh, we gaan vliegen. Gas. Dagje, dit was lijp. Wat was dit een lekker dagje? Shit. Kijk dan even die hele patrouille hier. Kijk dan. Hele parade. Ja, ja. Voor de gas. Zo. Helemaal nat. Go, 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 go. Kijk ze gaan dan. Heeft iemand pompie? Oh, wacht even. Ja, heel goed. Oh ja. Nou, daar ging ik bijna. Ja, zo weer. En we zijn er weer. Timo, heb jij hulp nodig of wat? Nou, top! Ik heb hier... Wat moeten we doen? Hoe diep is die? Ik krijg mezelf. Hij kan er ook in jij. Ja, dit kan. Dat kan jij wel. Dat kende jij wel. Kijk hem. Oh, kijk eens, alleen de modder. Jij kan staan. Hoi! Wat een baas. Okay. Kijk eens even. Oh, zo, die is zwaar. Bijna je vingertje. Ja. Oh, pas op, een gat. Oei, accu. Wat gebeurt hier allemaal? Moet je kijken. Maar kijken. Kijk eens lekker. Oh, wat gebeurt er allemaal? Mensen op het terras. Oh, onze hele boot naar de kloten. Hele scheur daar. Zwaar op naar politie shopping. Ja, kijk, hij snapt dat het reclame werkt. Tegen zijn knie. Ik ben blij dat Timo niet zo lomp is. Precies. Timo weet wat hij doet. Ja. Holy shit. Nou, zo snel stil je dus een motor. Ja, alles naar de kloten. Alles kapot en hij zit daar in het midden. Timo, bedankt voor deze geweldige ervaring. Ja, nou. En wat er allemaal gebeurde eromheen. Hartstikke mooi. Nou, ik was bijna dood. Verder is niks aan de hand. Ja, nou, je leeft wel. Nou, daar gaat de groep weer. Wel handig hoor dit. Dat deze dag goed is gegaan, hè? Dat is echt ongelooflijk. Ja, kijk eens. Later! Kijk, sommigen. Oh, de hele plas erin. Een aanvaring. Helemaal goed komen. Mensen, het was weer gezellig. Het was weer mooi. Zeker. Het was een prachtige dag. Het was een leuke dag. Ik kan niet wachten tot we onze grote boot hebben. Och, heerlijk. We kunnen chillen, doen. Ja. Willen jullie vaker dit soort gekke video's? Laat het weten hieronder in de comments. Later.